Ja, voor de eerste keer dat ik 5 kilometer zwom. Ik was al nog wel eens een keer 4 kilometer gezwommen, maar 5 dat was nog een graadje verder, zeg maar. Het laatste rondje dat was best wel zwaar nog, want normaal zwem je een uur en dan stop je ermee. Maar nu was het een uur en een kwartier en dat laatste rondje dat hakte er nog wel even in, ja. Nou, ik heb met wetsuit gezwommen en dat ging eigenlijk fantastisch. Ja, het was de eerste keer dat ik hier überhaupt op dit terrein meedeed aan deze wedstrijden. Dus het was voor mij sowieso al nieuw. Maar zonder wetsuit had ik het waarschijnlijk niet gedaan. En als triatleet dan doe je dat even makkelijker nu wel eigenlijk. En het was gewoon een leuke happening om gewoon die afstand te zwemmen. Eens te kijken hoe ver je komt. Nou ja, het ging wel lekker. De eerste paar rondjes had ik een beetje last van mijn buik. Nou, daarna ging het wel. Het laatste rondje was eigenlijk wel leuk. Daar ben ik nog 3 voorbij gegaan. Ik vind het ook leuk om op verschillende plaatsen te zwemmen. Dus kijk, en als het vaker is, dan ga ik wel vaker meedoen. Er zijn heel veel mensen die vinden het een beetje vies of een beetje eng of een beetje raar. Maar iedereen die het doet, vindt het heel erg leuk. Dus dat vind ik best wel vreemd. Dit is eigenlijk een training voor volgende week, voor de 10 kilometer in Medemblik. Ja, ging lekker. Ik lag in het begin achter een paar zwemmers met een wetsuit. Ik had de tip gekregen om dichtbij om aan te haken. En dat lukte. Dus we zwommen met z'n drieën. Maar langzamerhand haakte er eentje af. En daarna nog eentje. Dus vanaf 2,5 kilometer heb ik wel alles alleen gezwommen. Maar ik had goed kracht over. Dus ik ben wel tevreden. Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Maar je moet natuurlijk wel wat conditie hebben om zo'n lange afstand af te maken. Maar er zijn gelukkig ook kortere afstanden. 5 kilometer zou ik een beginner niet meteen aanraden, zeg maar. Dit filmpje is mede mogelijk gemaakt door de webshop van de openwaterswimming.club.